Ja, goedendag. Dit is de nieuwszender Streekomroep West-Friesland. Heeft u nieuws te melden? Zeker, met Sinterklaas. Spreek ik met Sinterklaas? Ja. De Sinterklaas? Ja, wat is het nieuws? Nou, we zijn dus met de Pieterbus onderweg. Oh, u zit in de Pieterbus. Ja, ik hoor het. Wat een herrie. Wat zegt u nu? Ja, we hebben respect. Die bus heeft 4 lekke banden. Ja. Ongelooflijk. En hoe kan dat nou? Ja, iets met cactus op de weg of zo, zei Piet. Oh, er lagen allemaal cactus op de weg. Ja. Die waren van een vrachtwagen afgevallen. Ja, dus ze komt niet naar het basisschool dynamisch. Ja, dus mee. Dat zullen ze verschrikkelijk vinden. Ja, ik maak er meteen een nieuwsbericht van. Dankjewel. Ja, dank u wel. Beste kijkers, door een noodlottige gebeurtenis is de Pieterbus zo lek als een mandje. De Goedheiligman, ook bekend als Sinterklaas, komt daarom nog even niet naar de kinderen van basisschool dynamisch. Wij wachten op nadere berichten. Hoe moet dat nou met al die vragen die de kinderen hadden bedacht? Dag allemaal. Welkom bij de grote Sinterklaas show. Oh, ik word even gebeld. Ja, slecht nieuws. Sinterklaas komt niet. Dat meen je niet. Ja, ik weet het, maar Diana werd net gebeld door Sinterklaas. Wat moet ik nou tegen die kinderen zeggen? Ja, weet ik ook niet. Misschien moet je maar gaan zingen of zo. Oké, ja, ik los het wel op. Jongens, we zouden gaan beginnen, alleen Sinterklaas heeft pech met de pepernotenbus. Hij is door cactussen gereden. Hij is helemaal verdwaald in Horen. Hij weet niet waar hij naartoe moet. Ja, misschien moeten we een liedje gaan zingen, zodat hij weet dat hij hier moet zijn. Ik denk heel hard een liedje zingen, zodat hij weet dat hij hier moet zijn. Zullen we Ziegins komt de stoomboot doen? Heel hard, zodat hij weet dat hij hier moet zijn. Goed? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe het pot zijn paardje met de koppen neer. Hoe hij zit al heen en alweer. Kijk jongens, ik zie hem al. Hallo Sinterklaas. Hallo Sinterklaas, wat goed dat u er is. Zo. Hallo Piet. Gaat u lekker zitten, Sinterklaas? Wat zien jullie er mooi uit, kinderen. Prachtig. Oh. Box. Zo. Hallo. Hallo. Wat zien jullie er mooi uit. Oh, hier hebben we nog een Sinterklaas. Prachtig. Ik ben een Pietje. En wat zeg je? Ik ben een Pietje. Ja, ik zie het. Leuk. Goed dat u er bent, Sinterklaas. Wat was er nou precies gebeurd? Nou, we reden op de grote weg, waar overal grote vrachtwagens, kleine vrachtwagens reden. En die verloor heel veel cactussen. Dat was een vrachtwagen die bracht cactussen bij mensen. En die cactussen die vielen uit de wagen. En toen reed onze pietenwagen er overheen. 4 lekke banden, juist. Dus ja, toen waren we al wel vlakbij Horen. Maar we moesten natuurlijk wel een vervoermiddel hebben. Toen had Piet, die ontdekte een fiets, was van heel aardige mensen en die mochten we even gebruiken. Kon u niet met Ozo snel komen, uw paard? Nou, het paard heeft vandaag een rustdag. Want jullie snappen natuurlijk wel dat Ozo snel, die moet natuurlijk elke avond op het dak. En Americo is er niet meer. Americo is er niet meer, dat klopt. Het heet nu Ozo snel. En, Justin, dat paard dat heeft voldoende rust nodig. Dus zodoende is dat paard vanmiddag heerlijk op stal met een baal hooi. En vanavond gaat hij weer hard aan het werk. Nou, in ieder geval fijn dat u er bent. Want het is bijna pakjesavond en we zitten hier natuurlijk niet alleen. Alle kinderen van de basisschool Dynamisch hebben allemaal vragen voor u. Wat leuk. Wat leuk. Heeft u zin om ze te beantwoorden? Heel veel zin. En ik zie al heel veel vingers ook, juist. Hoe werkt het? Dan ga ik even spieken op een kaartje. Ja. Laten we beginnen met de vraag van Thijs en Filou. Thijs en Filou, als die even naar voren kunnen komen. Kom maar, Thijs. Kom jij even bij de Sint op school. Wat zie je er prachtig uit, zeg. Nou, jij hebt een hele goede vraag voor de Sint. Wat heb je? Kan je Max op Ozo snel stappen? En
Hoe groot is zo'n snel? Nou, kan je makkelijk op o zo snel stappen, is de vraag. En hoe groot is o zo snel? Nou, hoe groot, Piet? Wat denk jij, hoe groot is het? 1,67. Maar Sinterklaas, die gebruikt een enkele keer een trapje om op o zo snel te komen. Maar meestal, kijk maar, dat is goed voor televisie, lukt het mij in één keer. Dan zet ik mijn voet in die stijgbeugel en dan stap ik in één keer op. Nou, dat is toch mooi, hè? Ja. Ja. Dat was het. Ja, en Filou heeft ook nog een vraag voor u. Filou, ook zo'n mooi meisje met een prachtige bril heb jij op, zeg. Vertel. Waarom heb u een paard? Waar mijn paard is? Nou, die staat op een stal. En als ik uit Spanje kom, gaat hij natuurlijk met de boot mee. Maar, lieve kindertjes, wij hebben hier in Nederland op verschillende plekken in dit land een stal. Filou, en daar staat hij dan. En dan kan hij heerlijk tot rust komen. Hij staat nu ook op een stal. Ik dacht bij Andijk in de buurt, maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht van iets van de Droomhoeve, daar staat hij. En daar rust hij heerlijk uit. Goed? Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ja, Sinterklaas, het is natuurlijk niet niks om voor een paard te zorgen. Doet u dat helemaal alleen of krijgt u hulp van de Pieten daarbij? Nou, sowieso zijn er diverse Pieten, lieve kinderen, die voeren het paard. En als wij terugkomen 's nachts, is er een speciale Piet met speciaal hooi. Want dan is o zo snel, heeft natuurlijk ook heel hard gewandeld op die daken. En ook heel moeilijk, want we hebben tegenwoordig nu ook allemaal zonnepanelen. En zodoende is er een speciale Piet die geeft wat extra voer bij het hooi voor o zo snel. Gelukkig maar, want dan gaat o zo snel nog een tijdje mee natuurlijk. Ja, absoluut. En dan gaan we door naar de volgende vragen. En die zijn van Tijmen en Romee. Tijmen. Weet je het niet meer, Tijmen? Ben je het vergeten? Gelukkig heb ik hem ook en nog niet. En dit is? Romee. Kom je bij, Tijmen? Kom. Tijmen, wil je erbij? Kom maar. Mooie schoenen, Tijmen. Prachtig. Nou, Romee, je hebt ook mooie glimmende schoenen, zeg. Kijk, zie je dat? Past mooi bij de schoenen van Sint-Nicolaas. Vertel. Hoe oud bent u? Nou, ik zal je vertellen, die vraag wordt heel vaak gesteld. Ik ben eigenlijk een beetje de tel kwijt, maar ik dacht van, nou ja, toch wel heel veel jaren. Heel veel jaren. Heb je hem? Ja. Nou, leuk, en wat zie je er mooi uit, zeg. Zou jij een liedje willen zingen voor Sinterklaas? Ja. Wat wil je zingen? Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Nou, leuk. Nou, Tijmen, nou kom je even. Hè? Je was je vraag vergeten, hè? Heb jij trouwens, even zo, voor de kijkers thuis, heb jij je schoen al gezet, Tijmen? Ja. Wat zat erin? Chocoladeletter. Chocoladeletter? En is die al op of heb je nog een stukje over? Stukje over. En waar ligt dat nu? Thuis. Wacht, ik had het nog niet opgegeten. Oh, goed zo. Maar Tijmen had de vraag. Tijmen had de vraag voor jou. Jouw vraag was, hoeveel Pieten zijn er eigenlijk? Ja. Hoeveel Pieten? Nou, dit lijkt me een hele goede vraag voor onze Piet. Ja, Piet. Just? Nou, Just. Wij hebben er meer als 100.000. Want er zijn zoveel kindertjes bijgekomen in Nederland. Dat kunnen we allemaal alleen niet af. Dus we hebben heel veel hulptroepen. Zo, horen jullie dat, kinderen? Ja! Oh, heel veel, hè? Maar Sinterklaas, als er dan zoveel Pieten zijn, kun je ze dan allemaal bij naam? Nou, ja, we hebben natuurlijk Pietje Rommel. En we hebben Vergeet me Piet. Vergeet me Piet. En de cadeau Piet hebben we. En de hoofd Piet. En de impact Piet. En grapjes Piet. Zeg. Even kijken. Daar zit een meisje, kijk, met een groene kommers. Nou, leuk dat je er was. Goeie reis terug. Zo. Nou, dat is toch niet... Dat deed de grapjes Piet. Leuk, hè? Dat weet je toch? Bij jou gelegd. Een scheetkussen. Een scheetkussen, hoor je dat? Hoe? Hé, zeg. Zeg, kom eens bij Sint-Nicolaas, kom eens. Zeg,
Vertel even aan Sinterklaas hoe dat werkt, een scheetkussen. Nou, dan kan je opstaan. En dan laat hij scheetjes. En hoe klinkt zo'n scheet? Nou, zo. Oh. Ja, Sint, we hadden het net over Pieter natuurlijk. En ja, daar gaat ook de volgende vraag over. Ja. De volgende vraag is van Jody. Waar zit Jody? Jody zit hier. Oh, hier. Hey Jody, met je prachtige mooie krullen. Mooi mannetje. Hoe is het? Goed. Ook je schoenen al een keer gezet? Ja. En is er ook al een rommelpiet bij jou in huis geweest? Nee, die is op school geweest. Op school geweest en lag alles overhoop. Ja. Wat geweldig. Maar Jody, jouw vraag was eigenlijk niet voor Sinterklaas, maar eigenlijk voor Piet, toch? Ja. Nou, wat voor vraag heb jij? Hoe kunnen de Pieten in één nacht alle schoenen vullen? Dat is een hele goede vraag. Hoe? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat kan ik niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Maar meestal gaan we dan heel veel hulptroepen inschakelen. Dat ze ons helpen dat alle kindertjes hun schoen gevuld krijgen. Nou, hoe vind je hem? Goed. Goed, hè? En wat heb jij de laatste keer in je schoen gekregen? Iets waar ik het universum op mijn kamer kon besturen. Goed. Nou, leuk. Dat is een goede vraag, hoor. Nou, zou je een liedje willen zingen? Wat wil je zingen? Zie geen seconde, stoomboot. We hebben net gezongen eigenlijk al, maar dat mag wel. Zou allemaal meedoen? Zie geen seconde. Geen seconde, stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Nu hapert zijn paardje en dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn staat te lachen en zoemt ons een zoen. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roem. O, lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rij dan in stilletjes ons huisje voorbij. Prachtig. Heel mooi. Juist, hè? Mooi. Ja, Sinterklaas, u bent dit jaar op dinsdag jarig. Maar meestal als ik jarig ben, dan krijg ik cadeautjes van mijn vader en mijn moeder en mijn opa en mijn oma. Maar u geeft cadeautjes aan anderen. Waarom doet u dat eigenlijk? Nou, juist, dat is een hele goede vraag. Juist een vraag waarom ik cadeautjes weggeef op mijn verjaardag. Nou, ik wil er één ding bij zeggen. Ik krijg ook wel cadeaus. Maar de meeste cadeaus, die verzamel ik het hele jaar met alle Pieten. En die geef ik dan weg omdat Sint-Nicolaas vindt het leuk om alle kinderen, eigenlijk in elk land, maar speciaal in Nederland, blij te maken. Want als ik naar Nederland kom, dan wordt het altijd een beetje donker buiten. Het gaat harder waaien, kinderen. Dat weten jullie. En jullie zijn allemaal zo blij dat je schoentje mogen zetten. En ik vind het zelf heel leuk om dan alle kinderen een cadeautje te geven. Dat heb ik mijn hele leven eigenlijk al gedaan. Dat is toch leuk, kinderen? Ja! Ja, dan gaan we door naar de volgende vraag. Jeremiah en Nathaniel, die hadden ook een vraag voor u. Eens even kijken, dit is Jeremiah. Vertel. Jeremiah, vertel. Hoe oud bent u? Hoe oud, heb ik net gezegd, hè? Heel veel jaar. Heel veel jaar, ik weet niet precies hoe oud, maar wel ontzettend veel jaren. Oeh. En wat wil jij vragen? Eigenlijk weet ik het nog niet. Oh, maar misschien heeft Justin nog wat anders niet. Wat zou jij graag willen hebben? Als het Sint-Nicolaasavond. Een trein. Of een pop. Een pop. Nou, wat leuk. Nou, goede vraag hoor. Je hebt een mooie pet op met een mooie veer erop. Dus eigenlijk is het een hele mooie pet wat Justin op hebt. Maar kijk, er zit een veer op. En nou is het net een Sint-Nicolaas Pietpet. Hebben jullie allemaal naar het Sint-Nicolaas-journaal gekeken? Ja! Hebben jullie ook in het begin gezien dat bijna het pak van Sint-Nicolaas in brand stond? Ja! Ja, zeg. Het was echt gebeurd dat er in brand stond. Ja, het was echt gebeurd op de boot. Ja, we hadden het net al over uw leeftijd, Sinterklaas. Maar wat denken jullie zelf, hoe oud Sinterklaas is? 100
100.000. 101. 180. 109. Allemaal boven de 100, joh. Komen ze een beetje in de buurt, Sinterklaas? Nou, ze komen wel in de buurt, maar 100.000 is wel heel veel. Wie zei 100.000? Wie zei dat? Dat is wel heel, dat is een grapje, denk ik, of niet? Ja, maar ze komen wel in de buurt, ja. Iets tussen de 150 en de 200 jaar. Echt waar. En nou stellen de kinderen allemaal vragen aan u vandaag. Maar heeft u ook nog vragen voor de kinderen? Nou, de vragen voor de kinderen die ik elk jaar weer heb. Elk jaar komt Sint-Nicolaas natuurlijk naar Nederland. En vinden jullie dat nog steeds leuk eigenlijk? Ja! Maar, het is ook zo, lieve kinderen. Als Sint-Nicolaas weer weggaat over een paar dagen. Hè, over een dag of vier is dat. Ja, dan komt de Kerstman. En is er wel eens bij jullie, dat vind ik namelijk een hele goede vraag. Is er bij jullie wel eens een kerstman geweest? Ja! Echt waar? En wat? En de kerstman zegt dan ho, 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 hè? Weet je waarom die kerstman ho, ho, ho zegt? Ho, ho, ho. Nee, dat weet ik niet. Omdat hij voor het kerstfeest zegt. Oh, voor het kerstfeest is hij jarig en dan zegt hij ho, ho, ho. Even wachten, want ik kom eraan. Ja. Oh, geweldig, weer wat geleerd. Just. Ja. Is de kerstman jouw broer? Sorry? Of de kerstman uw broer is? Nou, hij lijkt er wel een beetje op. Vinden jullie niet? Ja. Heeft alleen een andere muts op. Nou. Sinterklaas, er zijn nog meer vragen voor u. De volgende vragen zijn van Jesper en Blanca. Dit is, kijk eens wat een lief man. Hoe heet jij? Blanca. Nou, vertel. Wat wil jij vragen? Nou, dat is moeilijk, hè? Als jij hier bij Sinterklaas komt, lieve kinderen. En dan denk je opeens, wat zou ik ook alweer vragen? En wat was de vraag? Wat wilde je vragen? Sinterklaas. Oh, lievelingseten. Nou, snap ik het. Wat leuk. Nou, mijn lievelingseten, lieve mensen, lieve kindertjes. Lusten jullie allemaal boerenkool? Ja! Nou, Sint-Nicolaas lust het niet, hoor. Echt niet. Ik ook niet. Ik lust wel nasi en bami. Zeg, kinderen. Er zijn ook kinderen hier, geloof ik, die een tekening hebben gemaakt. Dacht ik juist. Zeker. Eens even kijken. Wie heeft er een tekening gemaakt? Kijk. Dat is het ding. Nou, breng maar even bij de Sint. Jullie mogen nu de tekeningen even brengen bij Sint-Nicolaas. Wat leuk. Nou, kijk. De stoomboot. Prachtig. Deze is ook mooi, zeg. Dit is ook een stoomboot. Mooi gekleurd. Ja. Oh, deze ook. Kijk eens even zo mooi. Jongens, we hebben nog één vraag. Volgens mij was de vraag of u kunt zwemmen. Of ik kan zwemmen, zeker. Sint-Nicolaas heeft zijn A en B. Wie heeft dan nog meer A hier? A-diploma zwemmen. Ik ga nu voor mijn A. Wat zeg je? Ik ga nu voor mijn A. En jij hebt A. En de meeste kinderen zitten hier toch op zwemles? Alle kinderen op zwemles? Ja. Ja. Nou, jij had ook nog een vraag, hè? Ja. Wat is jouw vraag? Hoe goed kunt u zwemmen? Hoe goed ik kan zwemmen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Het is alweer een heel tijdje terug. Want ik vind het, als ik in Nederland ben, vind ik het wel een beetje te koud om te zwemmen, kinderen. Zwemt iemand van jullie wel eens in de winter? Nee. Nee. Maar je hebt hier toch wel zwembaden, dan kun je binnen zwemmen, toch? Ja. Ja? Ik zwem soms wel buiten. Nou, goede vraag, hoor. Hoe is jouw naam ook alweer? Ik heb... Mijn kaartje is stuk gevallen, dus... Maar ik weet wel hoe ik heet. Kiaro. Oh, mooie naam, zeg. Just. Ik had een vraag. Ga je met de bus naar Spanje? Ja, dat zou ik wel willen met de bus. Want het is lekker comfortabel met een grote bus. Maar ik ben met het paard gaan terug naar Spanje. En de paard zit op de boot, slaapt op de boot. In de stal op de boot. En die vaart ook mee. Leuk, hè? Nou, Jus, hebben we de vraag allemaal gehad eigenlijk? We hebben eigenlijk de vraag allemaal gehad. Is er nog iemand met een hele dringende vraag voor Sinterklaas? Die mag nu ze. Ik zie daar een vinger. Ik loop.
loop wel even naartoe. Oh, okay. Nee, blijft u maar zitten, Sinterklaas. Wat was jouw vraag? Kan Sinterklaas niet zo goed op de trap zo goed springen? Kunt u een beetje trap lopen? Nou... U moet wel heel stil zijn natuurlijk. Het is wel zo, kinderen. Sinterklaas moet wel eens een keer een trap op. Maar dat is best wel eens een beetje moeilijk. Want omdat dan heb ik mijn goede pak niet aan en dan kan ik wel eens een beetje vallen. Maar meestal zit ik op Ozo snel en die kan enorm goed trap lopen. Zo, hè? Zege had een vraag over uw huis. Stomert was vroeger gezonken. Ja, dat klopt. Dat was vorig jaar, hè? Maar gelukkig doet hij het weer. Dat is een hele, best wel een beetje eng. Want nu dit jaar was, vorig jaar was de stoomboot bijna gezonken. Dit jaar vloog het pak van Sint-Nicolaas in de brand. Elk jaar is er wel wat, hè? En wat wilde jij vragen? Nou. Jij had vroeger toch een gele boot? Ja, ik heb een gele boot, een zwarte. En van het jaar had ik een beetje een blauwe boot. Zeg, nou heb Sint-Nicolaas nog een klein, mag ik een klein verhaaltje vertellen, Juus? Natuurlijk, Sinterklaas. Kinderen, moet je luisteren. Allemaal goed luisteren, jongens. Drie nachten terug liepen wij op de daken. Ik liep op het dak met twee pieten. Het was hier vlakbij in Hoorn ergens. En we liepen daar heel hoog. En er kwam er een schoorsteen in de buurt. En daar hoorden wij geluiden uitkomen. Geen liedjes, maar andere geluiden. Dus toen gingen wij... heel zachtjes in de schoorsteen kijken. En wat denk je? Er zat een vogel in. Die probeerde daar een mooi nestje te maken. Maar, nu komt het. Wij zeiden tegen elkaar. Hoe doen wij nou de cadeautjes door de schoorsteen terwijl er een nestje in zit? Weet je hoe we dat gedaan hebben? De Piet had een doosje met wurmpjes mee... En toen heb Piet boven de schoorsteen gehouden. De vogel vloog eruit. En toen konden de pakjes er weer in. En er was van de week op het Sint-Nicolaasjournaal. Meneer Boel, die had het uitgevonden. Met lichtjes onder zijn voet. Hebben jullie dat gezien? Ja, en dan kon hij zogenaamd in de schoorsteen goed kijken. Maar die lichtjes gingen stuk. En dat werkte niet, hè? Dus dat was wel een beetje spannend, toch? Vonden jullie niet? Gaan jullie vanavond allemaal jullie schoen zitten eigenlijk? Ja! Nou, dat is wel heel enthousiast, hè? Nou, ja, Sinterklaas. Ja? Ik denk dat het vragenvuur erop zit. Het vragenvuur zit erop, ja. En ik denk dat we weer afscheid van u moeten nemen. Ja, want ik heb het druk. Ik moet vanavond weer aan de gang. En ik wil ook de scholieren van het Dampte heel erg bedanken. En ook jullie bedankt, hè? Van de basisschool Dynamis. En natuurlijk Sinterklaas bedankt. Kunnen we allemaal zeggen bedankt Sinterklaas? Bedankt Sinterklaas. Sinterklaasje, dag, ach, dag. De Piet. Allemaal even doei Sinterklaas.